We zijn bij Bounce Valley in Rotterdam. Ik ben met Lars, Suzy en Floris. En we gaan allemaal challenges doen. En degene die wint, die hoeft geen koontje knal. Dus de rest moet wel een koontje knal. Ja, ik ga met Lars in het team. We gaan voetballen tegen Suzy en Floris. En het team dat wint, dat krijgt 1 punt. Let's go. I am the one, the way you're thunder. Degene die dat laatst afvalt, die krijgt een punt. Nope. Nou, het begin was lekker makkelijk. Het zou heel sterk. Meteen ging ze rennen. Ja. Maar ging ze fout in. Degene die er als laatste afvalt, die wint. Die wint. Beuken, beuken, beuken. Maar wie is nou eerst? Oh. We gaan een obstakelrun doen tegen Floris en daarna Lars tegen Suzy. En degene die wint moet dan de finale tegen elkaar spelen en diegene krijgt de punt. 3, 2, 1, nu! Ja! We gaan winnen! 3, 2, 1, nu! Bijna. Het is de finale ronde, ik tegen Lars. Degene die wint krijgt een puntje. 3, 2, 1, go! Ik heb gewonnen. 1 punt voor mij. Leuk. We gaan een afvalraceje doen. Degene die als laatste hier overheen naar beneden en dat ding daar, die ligt eruit. Daarna ga je met z'n drieën door, dan met z'n tweeën. En dan blijft er één iemand over en die krijgt een punt. Flinke punt, stevige, flinke, dikke punt. Go! Ik heb verloren. Ik lig eruit. Go! Het is de laatste ronde van de afvalrace. Ik ga winnen. Go! Vallen, vallen! Nee! Hey, hoe gaat het? Ja, winnaartje!
Ongelooflijk. Je bent een beetje nat. Ja. Drijfnat. Wow. Kijk hem maar. Voor twee rondes, eerst ik tegen Suzy, dan Max tegen Floris. Je bent elke ronde winnen, moet de finale tegen elkaar spelen. Vang me af, man. Ja, ja. Die was niet gedaan. Ja, nu moet je ervoor gaan, hè. Ja, ja. Wat is je eerste reactie hierop? Ja, ik ben koude goed. Hoi! Easy win! Waarom kan jij winnen? Omdat ik veel beter ben dan Floris en Floris is gay. Ja, ik ben gay. Hey, homo! 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 Homo, joh! Go! Ja! Een scheetje gelaten, een falling scheetje. Afwachten. Spring. Kunnen we even normaal doen? Ja, we gaan ticketjes spelen. Als je wint, krijg je 4 punten. Yes! Iedereen kan nog winnen. Als de tikker binnen 3 minuten iedereen getikt heeft, dan wint de tikker. Als hij niet binnen 3 minuten lukt, krijgt degene die als laatste over is, de 4 punten. Dus heb je eigenlijk gewoon gewonnen. Ja. Steempje schaar, degene die verliest, die moet beginnen. Steempje, bier, schaar. Ja! Ja! Hij moet tikken. En dan beginnen we nu. Go! 1, 5. Ja, ik heb er 1. Surprise, motherfucker! Ja, die is jou. Hey, niemand! Fuck hem! Hoppa, jongen, uit de lucht, wat dan? Floris heeft gewonnen. Dat betekent dat wij allemaal een kontje knallen moeten. Ik ga niet, nee! Dit moet je niet willen. Dat moet je niet willen. Dat moet je niet willen. Kijk hoe bang hij is. Doei! Gaan. Nee is nee! Nee! Oh. Shoutout naar Bounce Valley dat we hier mochten opnemen. Shoutout naar Lars, hij heeft het allemaal geregeld. De link van zijn YouTube kanaal staat in de beschrijving. En dan bedankt voor het kijken naar deze video. Like eventjes en abonneer even op Krikel. Dan zien we jullie weer volgende week. Houdoe!